Ben geen schaap, ben een wappie. Fuck de NSB in je pedo-kabinet. En die wat wordt niet meer, zie ik wat. Ben geen schaap, ben een wappie. Fuck de NSB in je pedo-kabinet. Ik ga niet herinnerd worden als een viezerik die wegkeek toen zijn medemens afgevoerd werd. Ga in verzet, maar jij bestelt Uber iets. Je zaak vernield, in Den Haag zit de dief. Opsporing verzocht, zoek de dader. Die sukkels weten heel goed, ze zitten in de Tweede Kamer. Wilders weer met zijn Marokkanen. Hij zegt ook goede dingen, maar je hebt nu niks aan hem. Mensen kijken NOS-journaal, ze vinden ons maar raar. Fuck jou, viezerik, NSP'er, pedo, moordenaar. De hele agenda wordt uitgevoerd nu met bruut geweld. Jongeren zich zo lang hebben ingehouden, ze zijn best wel mild. Nu willen die nieuwssites achter onze kinderen aan. Jullie hebben het maar over NOS-journaal. Pak ze allemaal. Rutte is niet de enige aanstichter, maar zijn hele kabinet, minister, CU, CDA, allemaal. Zegt die mediacriminele opruiing is strafbaar. Door jullie fake nieuws gaan er nu snuifhooligans achter de kinderen aan. Dit zijn geen ruilschoppers, dit zijn slachtoffers, blijf van ze af. Het variantenverhaal was grappig, Rutte die zich niet laat testen. Criminele kabinetten die de rechter probeert omzeilen, maar dit lijkt je allemaal wel oké, jij gelooft het nog. Free alle prisoners, red onze kinderen. Je hebt een opinie, maar je staat niet op de linies. De vernieling komt van de VV-dictatuur. Hoe moeten wij relativeren met de gewelddadig bestuur? Wie is de aanstichter van het geweld? Nou, welke ongekozen burgemeesters gaven het noodbevel? Gezond of ongezond? Corona, geen corona. Maakt allemaal niet uit, het gaat om een quota. Een hetero is een viezerik en jeugd een ruilschopper. Nu hebben hun ineens de horeca kapot gemaakt. Niet Mark en de Jongen. De echte helden van Nederland krijgen geen applaus. Maar we weten wie ze zijn en ze krijgen met respect van mij. Fuck 2021, ik verlang naar 1944. Dan wist je tenminste dat je bevrijd werd door de geallieerden. Trust me, het is nog erger dan Hitler. Maar de feiten komen niet aan bij die binnenzitters en Uber-eaters.